Sophie, mijn collega, heeft de kleurtechniek ingezet bij Bernice. En Bernice hebben we gebruikt voor de kisscollectie One Way. Maar ik zelf ga de voice-over doen. Wat gaan we precies doen? We gaan een face frame gaan we plaatsen. Wel een hele zachte softe die mooi doorloopt. En we gaan daarbij een root shadow plaatsen. Dat zien jullie later in het filmpje. Nou, we beginnen dus met de face frame. En we willen dus wel heel fijn en zacht willen we werken. Anne-Sophie zal dan ook de eerste passé gaan uitmazen. Kijk, bij je eigen klant kan je natuurlijk bepalen hoe sterk wil ik hem of hoe soft wil ik hem. Nou, we willen hier een wat zachter overloopje creëren. Dus de eerste passé die wordt heel fijntjes uitgemaasd. We willen het haar niet overbelasten. We willen het heel soft willen we het gaan oplichten. En dan gaan we dus Snow White met 3% en Kerabond gebruiken. Je hebt echt niet altijd een hoge waterstof nodig om het haar op te lichten. Wanneer het haar wat fijner is en je gebruikt hele fijne passés, dan zal je merken dat je met je 3% echt heel ver kan komen. Nou, we doen de Kerabond erbij. Jullie zien een oude blondering er nog onder zitten. Daar gaan we wel met onze Snow White overheen. Dus we willen wel het haar wel zo krachtig mogelijk uit de strijd laten komen na het blonderen. Kerabond beschermt dus het haar tijdens het blondeerproces. De face frame aan de voorzijde willen we wel aan de contourrand heel zacht laten verlopen. Maar een face frame wil wel zeggen dat hij er wat sterker uitkomt qua oplichting. Dus Anne-Sophie zal hier aan de voorzijde, aan de contourrand, zal ze dus de folies uitmazen. Dat je een hele mooie zachte overloop krijgt. Maar daarachter zullen hele slides ingezet gaan worden. Als jullie goed kijken naar de werkhouding van Anne-Sophie, dan staat ze voor het model. En dat geef ik jullie ook als advies om bij je klant te doen in de salon. Het snelste en het makkelijkste is dat je met de haargroeirichting meefoliet. Nou, je ziet natuurlijk ook de haargroeirichting aan de voorzijde. Het valt natuurlijk naar voren, naar beneden. Dus wanneer je dan voor je klant gaat staan en je gaat dan folieën, dan zal je merken dat je veel sneller en secuurder kan werken. Want wat je niet wil, is ten alle tijde dat je blondeer uit je folie gaat lopen, dat er spanning op het haar komt, dat je folies gaan glijden. Dus wat ook belangrijk is, is de manier van het vouwen van je folie. En dat zie je Anne-Sophie hier ook doen. De folie wordt altijd 2 maal gevouwen en dan aan de zijkant als een envelopje gesloten. Op die manier zal je folie nooit gaan glijden en blijven alle folies mooi op zijn plek zitten. Bij een face frame laten we er geen slides met haar tussen. Dus de eerste heeft Anne-Sophie uitgemaasd. Maar degene die daarachter komt, die komt er recht achter. Dus geen natuurhaar ertussen laten. Recht daarachter plaats je dus je volgende folie. Want we willen dus de voorpartij willen we eruit laten komen. Zou je meer natuurhaar ertussen laten, dan kom je in een gewone koepselijverhaal kom je terecht. Dus de volgende die Anne-Sophie heeft gedaan is een hele slide helemaal ingezet. Maar let er wel op dat je de blondering niet helemaal tot aan de hoofdhuid inzet. En zo dadelijk aan de andere kant wordt het wat beter zichtbaar. Maar je ziet ook Anne-Sophie met het puntje van haar kwast richting de aanzet werken. Dat je wel een hele mooie zachte blending krijgt. Kijk, de face frame van heel lang geleden, de Skunk Highlights. Het was echt de blondering op de hoofdhuid gezet. En dat willen we niet, want dan krijg je een heel hel, ja, sterk eindresultaat. En we willen wel die zachtheid naar de hoofdhuid toe, willen we er wel in houden. Wanneer je dan je passé in de blondering zet, in de folie, zorg dan wel dat je genoeg blondering gebruikt. En dat de blondering verdeeld, helemaal gelijk verdeeld is over het haar, dat je ook een egale oplichting krijgt. Een tip die ik nog wil meegeven om zo mooi mogelijk te folieën, is dat je folie nooit langer is dan 5 centimeter van de lengte haar waar je mee werkt. Dus heb je wat kortere plukjes aan de contourrand, zorg dan ook dat je folie ook wat korter is. Want als je bijvoorbeeld 10 centimeter aan de voorzijde hebt en je folie is 30 centimeter, dan zit het alleen maar in de weg. Dus zorg er altijd voor met de folie die je werkt, dat die net een paar centimeter langer is dan de pluk haar die erin valt. We weten ook allemaal als kappers zijnde dat goed werkmateriaal de helft van je werk is. Nou, wat heel fijn is bij het folieën is dat je een puntkam hebt die even lang is als je folie.
Er zijn heel veel puntkammen in de omloop. Die zijn dan net een centimeter of anderhalf centimeter korter dan je folie. En als je dan je puntkam erin zet, dan vouwt de folie elke keer naar één kant. Vouwt hij een beetje om, omdat je puntkam te kort is. Nu zijn er dus puntkammen in de handel die even lang zijn als je folie. En daardoor kan je ook weer mooier en secuurder de folies in het haar plaatsen. Wanneer Anne-Sophie dan één kant erin heeft zitten, zal ze beginnen aan de andere kant. Je hoeft niet gelijk op te werken, want deze techniek zit er echt vrij rap in. Die kan je echt wel in een kwartier tijd, kan je dus die face frame erin plaatsen. Zo dadelijk als Anne-Sophie de andere kant heeft ingezet, dan laten we de blondering gewoon door de warmte met de folie tot ontwikkeling komen. We gaan er geen kap of extra warmte gaan we erop zetten. Als je nu je blondering gaat klaarmaken, en ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maak hem alsjeblieft op je weegschaaltje klaar. Wanneer je er te veel waterstof bij doet, als je hem aan het mengen bent en je denkt van oh, mijn papier is nog een beetje te dik, doe er maar een beetje waterstof erbij, dan wordt jouw blondering minder sterk. Dus zolang je hem op je weegschaal klaarmaakt, als je geen Kerabond gebruikt, is het bij de Snow White 1:2. Wanneer je wel Kerabond gebruikt, is de mengverhouding 1 deel Snow White, 1 deel je waterstof en 1 deel Kerabond. Kerabond is namelijk een vloeibaar product en daar verdun je hem ook weer verder mee. Nou, dus we hebben de één kant erin zitten. We hebben de film nu een klein beetje ingekort, want anders zou het allemaal veel te lang worden. Maar Anne-Sophie heeft gewoon exact een kopie gedaan als aan de andere kant. Dus de contourrand is helemaal uitgemaast. Daarachter geen natuurraden tussen laten. Direct de volgende folie er tegenaan. Een hele slide of een hele passé, hoe dat je het wil noemen. En die mooi inzetten. En dan zachtjes naar de uitgroei met je puntje, met je blondeer en naartoe werken. Nou, zo dadelijk zie je ook nog goed in beeld hoe dat Anne-Sophie haar folie goed doet dichtvouwen. En dit is gewoon even een kwestie van oefenen. Kijk, hier gaat hij één keer, dan vervolgens nog een keer. En dit is erg nodig om die folie op zijn plek te laten zitten. Met je puntkam mooie envelopjes vouwen, zodat het er allemaal heel mooi, secuur en professioneel er ook uitziet. De face frame techniek heeft in totaal 30 minuten heeft hij gezeten. Nou, daarna hebben we hem uitgespoeld, want we willen namelijk de root shadow en de lengtepunten tonen willen we in één keer doen. Dus na een half uurtje hebben we de folies uitgespoeld, we hebben het stappenplan van KISS eronder aangebracht en dan gaan we van de soft shades de 06N gebruiken. Grote voordeel van de soft shades, ammoniavrije spoeling die het natuurhaar niet oplicht. We beginnen onder in de nekpartij en we werken onze weg naar boven tot we het gedeelte van de face frame hebben bereikt. Nou, je moet dus gewoon heel zacht moet je hem in gaan zetten. We willen dus diepte creëren aan de aanzet. Dus met je platte kant van je kwast laat je je soft shades soft doorlopen. Want later gaan we hem nog heel soft ook doorborstelen. Dat we geen harde lijn krijgen. Nou, de 06N kunnen we prima gebruiken. Ook op het oude geblondeerde haar hoeven we niet voor te pigmenteren. Want hij zal dus niet groen doorslaan. Dat is het grote voordeel van je soft shades wanneer je daar ook mee gaat werken. Nou, wanneer heel de aanzet dan is ingezet. Hier zie je dus dat het haar mooi naar achteren laten vallen. We werken van onderen naar boven. Zou je andersom werken, dan zou je kans hebben dat die 06N ook op je face frame gaat vallen. En dat willen we niet. Dus op deze manier blijven we er zeker van dat we de face frame niet aanraken met de 06N van de soft shades. Het grote voordeel van deze manier van een root shadow plaatsen is dus dat wanneer het model of de klant volgende keer terugkomt en ze wil bijvoorbeeld highlights tot aan de aanzet, dan heb ik geen verfbarrière waar ik doorheen moet. En daar gaan kappers nog wel eens mee de mist in. Je moet altijd een stap verder denken. Dus verfspoeling zal altijd een oranje waas geven wanneer je weer gaat oplichten. Maar de soft shades, de ammoniavrije spoeling van KISS, die niet. Dus dan denk ik weer een stap vooruit dat ik volgende keer, wanneer mijn model weer wel anders wilt, het makkelijk kan doorbreken. Nou, hier zie je dus met een grove borstel wordt het heel zacht, wordt het doorgekamd dat we een hele zachte overgang krijgen. Maar wat ik al zei, we gaan direct de lengtepunten mee tonen. Dan gebruiken we de 08B van de soft shades 1:1
En dat doen we dan ook met een flacon. Gebruiken we dan één passé met de 08B. Maar de volgende passé, die zullen we wat lichter gaan tonen. Dat zien jullie dus dadelijk ook in beeld. Dus we werken nu met twee flesjes. De ene lok doen we met een 08B en de andere met een 09B. Allebei wel in de beige, beige bereik. Maar dan krijgen we toch een hele zachte kleurspeling, ook in die lengtepunten. Want we willen niet echt een exact egale kleur willen we maken. We gaan dus ook niet heel secuur de passés opnemen. Je ziet Anne-Sophie gewoon met de handen, met de vingers, neemt ze grofweg, neemt ze passé op. En dan op die manier gaan we dus nu met de 09B, met de soft shades, één tint lichter, gaan we de volgende lok gaan we inzetten. Nou, het is een liquid kleuring, dus hij is wat dunner. Je kan het dan op deze manier met je handen heel makkelijk kan je het invrijven. De laatste die we gaan tonen is de voorzijde, de face frame. En wij hebben ervoor gekozen om hem met de 09B, dus de lichtste tonen die we in de lengte en punten hebben gebruikt, om daar de face frame mee in te zetten. Het grote voordeel ook is het werken met je soft shades, met die ammoniavrije kleuring, is dat je geen folies hoeft te gebruiken tussen de verschillende kleuren met tonen. Het is dus gewoon een hele snelle, makkelijke, mooie techniek om ook bij je in de salon te gebruiken. We hebben hem in totaal 20 minuten laten zitten. We hebben haar uitgespoeld en toen zijn we dus haar heel mooi gaan feunen voor de fotoshoot. Want dat zagen jullie misschien net wel tijdens het filmpje, dat er wat flitsen voorbij kwamen. Aan de andere kant van de studio, wat jullie niet zien, is dus tegelijkertijd de fotoshoot is dus bezig. Nou, ik hoop dat jullie weer genoten hebben van deze mooie, snelle en weer hippe kleurtechniek die jullie ook weer in de salon kunnen gebruiken. Heel veel succes ermee!